Laat me u meenemen naar het Nederland van de toekomst. Naar het Nederland zoals Forum voor Democratie dat voor zich ziet. Het is 2040. Over 20 jaar wordt ons land in onze visie van energie voorzien door een aantal thoriumreactoren. Een volledig veilige en schone vorm van kernenergie. Dankzij de overvloedige aanwezigheid van thorium levert dit vrijwel gratis onbeperkte elektriciteit op voor iedereen. Terecht wonnen Nederlandse onderzoekers sinds de oplevering van de eerste commerciële thoriumcentrale ter wereld in 2033 meerdere Nobelprijzen. De investeringen die we hadden gedaan in beter onderwijs en meer geld voor onderzoek werden bovendien al binnen 3 jaar terugverdiend. Nederlandse ingenieurs konden overal op aarde terecht en het goed ontwikkelde netwerk van onze technische universiteiten stootte het Amerikaanse MIT van de eerste plaats in de beroemde Shanghai Index voor topuniversiteiten. Doordat we na de verkiezingen van 2021 helemaal stopten met alle duurzaamheidsplannen, bespaarden we zo'n 1000 miljard. Een deel investeerden we in de ontwikkeling van de eerste commerciële Hyperloop ter wereld. In 10 jaar tijd legden we een netwerk aan van supersnelle treinverbindingen, waardoor je in een kwartiertje van het ene uiteinde van het land naar het andere kon komen. Woningnood en grootstedelijke problematiek behoorden definitief tot het verleden. Schiphol verplaatsten we naar de Noordzee, zodat de luchtvaart onbeperkt kon blijven groeien. De luchthaven op zee werd in 2036 feestelijk geopend met de eerste nieuwe Concorde-vlucht naar New York, waarmee je in slechts 3,5 uur de Atlantische Oceaan oversteekt. Doordat we de massale en onder VVD-bestuur alsmaar voortgaande en zelfs aangewakkerde immigratie hebben gestopt en remigratie hebben aangemoedigd, keerde de veiligheid, de rust en de gezelligheid terug in de samenleving. Bovendien begon de bevolking te krimpen, waardoor weer wat meer ruimte ontstond in ons volle land. Het gebied rondom Hoofddorp dat vrij kwam na verplaatsing van Schiphol, konden we daardoor gebruiken voor de plaatsing van een groot natuurpark, waar een oerbos werd aangeplant en waar vorig jaar, in 2039, de eerste elanden en wilde paarden werden gezien. Ook presenteerden we het grote herstelplan. We erkenden dat de traditionele architectuur en stedenbouw eenvoudigweg beter aansloten bij de menselijke natuur dan grote stalen of betonnen molochen. We namen de wandelaar weer als uitgangspunt voor het stratenplan. We creëerden pleintjes en historische oriëntatiepunten. We sloopten de ellendige torenflats en bouwden hiervoor woonwijken in de plaats, waar mensen zich thuis voelen. Doordat we sinds 2021 helemaal stopten met de massale immigratie en de klimaatplannen, bespaarden we jaarlijks tientallen miljarden. De belastingen gingen ingrijpend omlaag. We investeerden in zorg, onderwijs en veiligheid. We maakten wetgeving die MKB'ers en ZZP'ers de ruimte gaf, waardoor Nederlanders nu gemiddeld 20% rijker zijn dan in de jaren van Rutte. Natuurlijk kon dit alles niet zonder de Europese Unie te verlaten. Elk aspect van het beleid dat we wilden voeren botste met de alsmaar dictatorialere decreten van Brussel. Toen de NPO eenmaal gesaneerd was en eerlijke nieuwsgaring terugkwam, werd het Nexit-referendum echter snel gewonnen. En zoals viel te verwachten, opende deze Nexit ook de mogelijkheden voor Nederland om weer een mondiale handelsnatie te worden. Niet langer zaten we vastgeklonken aan de protectionistische grillen of Brusselse bureaucraten, aan verkapt anti-Nederland beleid dat onze pulsvissers, onze boeren en onze maakindustrie uit de markt drukte. Nederland werd weer een wereldspeler. We hadden weer greep op ons land. De kloof tussen burger en politiek werd hersteld door referenda naar Zwitsers model. En ons zelfvertrouwen keerde terug door succesvolle integratie of remigratie. We herwonnen kortom de geest van de Gouden Eeuw. Het klinkt misschien als dromerij. Het klinkt misschien als een sprookje. Maar dit alles is echt mogelijk. Als we maar durven te kiezen voor verandering, kan dit onze toekomst zijn.